En ja, een beetje zenuwachtig. Nou, ik ben net wakker. Ik heb nog helemaal geen make-up op en zo. Ik ben best wel moe nog, want ik heb niet heel erg lekker geslapen. Ik ga nu eventjes lekker een ontbijtje maken. En daarna ga ik lekker mijn make-up op doen. En ik heb, ga daarna nog eventjes een examen Engels maken, denk ik. Of ik ga nog even voor economie leren. Want vrijdag heb ik economie, dus dat lijkt me wel verstandig. En voor Engels ben ik op zich ook al goed genoeg voorbereid. Dus... ik heb me net eventjes opgemaakt. Ik heb nog eventjes geleerd voor economie. En ja, ik ben er wel klaar voor. Zometeen Engels. Ik ga 12:30 ga ik op de fiets. En ja. Nou, daar gaan we dan. Zometeen Engels examen. Ik heb mijn woordenboeken klaar. En ja. Beetje zenuwachtig. Ik ben net thuis en ja, het ging op zich best wel goed eigenlijk. Ik heb, want je kan zeg maar als je het boekje meeneemt en dan kan je dan alvast je antwoorden inzetten en zo. Dan kan je al kijken hoeveel punten je hebt op de meerkeuzevragen en dat soort dingen. Dus ik heb daar 19 punten op van de 31 of zo. Dus op zich ben ik best wel blij. En als ik gewoon de brief een beetje goed heb gemaakt, is dat prima. En het was op zich wel een moeilijke toets, dus... ik hoop dat de normering een beetje hoog is. Vind je dit nou een leuke video? Doe dan eventjes een blauw duimpje omhoog. Want dan kan ik een GoPro for Hero winnen. Dat zou natuurlijk super vet zijn. Dus ja. Doei doei.